Examen 2016, tijdvak 1, de vragen 11 tot en met 14 en gaat over hardlopen. En als je begint met hardlopen, dan moet je niet te hard van stapel lopen. Je kunt je beter aan schema houden. En dit is een schema. Start run heet het. Nou, een plusje is hardlopen en een nulletje betekent wandelen. Nou, dan kun je in het schema iets lezen over trainingsdag 1 van week 1. Je ziet hem nu ook verschijnen. En er staat iets over. Dus er gaat eerst eventjes een minuutje hardlopen, een minuutje wandelen, een minuutje hardlopen, een minuutje wandelen, et cetera. En dat doe je in totaal 18 minuten. Dat zie je in de laatste kolom. Dus dit is eventjes met deze tekst leer je werken met het schema. Dus lees het even rustig door, zou ik zeggen. Mevrouw Harmsen traint volgens het programma en is in week 9. Dit is week 9, maar ook week 8. Haar hardloopsnelheid is 140 meter per minuut en haar wandelsnelheid is 50 meter per minuut. En dat moeten wij gaan tekenen in de figuur op de uitwerkbijlage. Nou, verticaal zie je de afgelegde afstand. En horizontaal zie je dus de tijd in minuten. 34 minuten. En dat zie ik in mijn kolom ook weer terug. Nou, laten we gaan kijken naar hardlopen en wandelen. En ik zie 15 plusjes. Dus dat betekent 15 minuten hardlopen. Dus 15 minuten keer 140 meter per minuut levert 2100 meter op. Dus ik heb een coördinaat. Ik kan een stipje zetten bij 15, 2100. Zo zie je dus dat je na 15 minuten heb je 2100 meter gelopen. Nu gaat ze 2 minuten wandelen, want ik zie daar 2 nulletjes staan. En ze wandelt met 50 meter per minuut. Dus 100 meter. Dus ik kan een nieuw stipje zetten. En ik kan die 2 laatste puntjes met elkaar verbinden. Dus na 17 minuten heeft ze 2200 meter gelopen. Maar nu gaat ze dus weer 15 minuten hardlopen. Nou, dat hebben we hier al berekend. Hè? Dus er komen 2100 meters komen erbij. Dus als ik naar het laatste coördinaat ga kijken, dan komen er 15 minuten bij en 2100 meters. Dus een nieuw coördinaat, puntje zetten en een lijntje trekken. En tot slot gaat ze nog 2 minuten wandelen volgens het schema, want er staan 2 nulletjes. Dus er komt nog 100 meter bij. En mijn figuur is klaar. Alle punten verdiend. Nou, meneer Sadal doet het programma ook. Zijn hardloopsnelheid is gedurende het hele programma 9 km per uur. Schrijf ik op. En dat is 2,5 keer zo hoog als zijn wandelsnelheid. Nou, dan weet ik ook hoe het zit met zijn wandelsnelheid. Als dat 2,5 lager is. 2,5 keer lager is. Dus dan is zijn wandelsnelheid 3,6 km per uur. Je kunt een formule opstellen voor de totale afstand die meneer Sadal per trainingsdag aflegt. En die ziet eruit als A is 0,15H plus 0,06W. En je vraagt je af hoe kom je aan die 0,15 en die 0,06. A is de totale afgelegde afstand in kilometers, maar H is het aantal hardloopminuten en W het aantal wandelminuten. Nou, dus we gaan, ik heb hier uren staan, hè, kilometer per uur. Dus ik ga daar minuten van maken. Dus ik ga 39 tot 60 en ik doe dat ook met 3,6. En zo kom ik aan mijn 0,15 en 0,06. Meneer Sadal legt op de laatste trainingsdag van week 10, als hij een half uur lang zonder onderbreking kan hardlopen, een veel grotere afstand af dan op de eerste trainingsdag van week 9. Dit is week nummer 1 en we hebben week 10. Week 10, de laatste dag
Week 1, de eerste dag. Nou, gaan we eerst even kijken naar week 10. Die is een beetje makkelijker, want ik heb daar 30 minuten hardlopen. Dus H is 30 en W is 0. Dus hij legt 4,5 kilometer af. En als we gaan kijken naar week 1, dan moet ik eventjes tellen, de plusjes en de nulletjes. Maar ik tel 9 plusjes, dus H is 9. En ik tel 9 nulletjes, dus W is 9. Dan kom ik uit op 1,89 kilometer. Het verschil is 2,61 kilometer. Bereken hoeveel meter het verschil is. Dus ik maak er eventjes meters van. Dus 2610 meter. Nou, meneer Sadal die heeft de smaak te pakken. En voor een training van een uur geldt een formule. W uitgedrukt in H. En we hebben al de formule A is. En die is dan uitgedrukt in H en W. Nou, het is namelijk zo in het oranje. Als je de formule van W invult in die van A, dan krijg je dus een formule van A die alleen nog afhangt van het aantal hardloopminuten. Dus dan krijg je A uitgedrukt in de hoofdletter H van Hendrik. Nou, waar komt het op neer? We gaan die W, die moet dus weg en die moet plaatsmaken voor wat W is. Dus dit schrijf ik niet helemaal lekker op. Dus ik ga die W ga ik vervangen door wat W is. En W is 60 min H. En als je nou die haakjes wegwerkt, dan heb je dus A uitgedrukt in H. En krijg je dus deze formule. En dat gaan we doen voor alle punten. Dus dan krijg ik 0,09 keer 60... 0,09 keer 60 is 5,4. En ik doe ook 0,09 keer min h. Dat levert min 0,09h. Dan doe ik de h'tjes bij elkaar. En dan heb ik a uitgedrukt in h. En dan zie je dus dat de kleine letter a is dus 0,06. En de kleine letter b is 5,4. Einde video. Tot de volgende keer.